Hoi, welkom bij hoofdstuk 8 Organische Chemie. Een hoofdstuk waarin we gaan leren hoe het met de naamgeving van de verschillende moleculen zit en gaan we een eerste aanzet maken voor verschillende reacties die plaatsvinden. In dit voorbeeldje op de voorpagina zie je bijvoorbeeld hoe een alcohol vanwege de OH-groep met een carbonzuur vanwege de COOH-groep reageert tot een ester. Straks zullen we zien dat er nog een klein moleculetje bij moet komen. Maar voor nu laat ik dat eventjes. Dit hoofdstuk bestaat, zoals ik net al zei, in eerste gedeelte over de naamgeving. Hoe teken je koolstofverbindingen? Hoe geef je ze de namen? Wat zijn de karakteristieke groepen die erbij horen? En een aantal naamreacties. Ten slotte, maar daar zal in deze PowerPoint niet veel van opgenomen zijn, zijn er een aantal kenmerken van organische verbindingen. Zo stinken de amines, maar zo ruiken de esters weer heel erg lekker, die je moet kennen. Een paar extra pittige opgaves om te kijken of je de stof begrepen hebt. In je BINAS-tabel 66D vind je deze afbeeldingen, dit schema. Hierin staat hoe je de naamgeving van de verschillende groepen toepast. Bovenaan staan bijvoorbeeld de carbonzuren. De karakteristieke groep wat kenmerkt een carbonzuur is dat er een koolstof, twee zuurstoffen en een waterstof zitten. Een C met een dubbelgebonden O en een OH zullen we dadelijk zien. Als we dit als voorvoegsel gebruiken in de naam, spreken we over carboxy. En als achtervoegsel is het zuur. Dadelijk zullen we zien hoe we dit toepassen. Deze tabel is belangrijk om te weten dat die van beneden naar boven een toenemende prioriteit heeft. Dus het carbonzuur heeft de hoogste prioriteit. En het molecuul met de hoogste prioriteit levert het achtervoegsel. Dus zit in een molecuul zowel een carbonzuur als een bijvoorbeeld amide, zullen we het achtervoegsel van het carbonzuur gebruiken, dus zuur, en het voorvoegsel van het amide, dus carbamoyl. Eén voorbeeldje. 2-amino-3-propyl-cyclohex-4-1-ol. Lijkt lastig. Halen we dit uit elkaar, dan zien we als eerste een stam. Dit is het hoofddeel van het molecuul. We hebben het hier dus over cyclohexeen. Het achtervoegsel, dus de zijgroep of de functionele groep met de hoogste prioriteit, is ol. We weten inmiddels, dat is een alcohol. En die zit op de 1 plaats. Dus we hebben cyclohex op de 4 plaats een dubbele binding, hexeen, en een 1-ol. Daarna komen de voorvoegsels, 2-amino-3-propyl, en die zetten we op alfabetische volgorde. Dus eerst de A van amino, dan de P van propyl. De hoogste prioriteit krijgt het laagste nummer, 1, waarna de rest daaruit volgt. Hier zie je het getekende molecuul, cyclohexeen, de stam of de hoofdketen. Op de 1 plaats zit de ol, cyclohexenol. En dan hebben wij dus op 1, 2, 3, op de 4 plaats de hexeen, op de 2 plaats de amino en op de 3 plaats een propyl. Zo krijg je de laagste nummering. 1,2,3,4 met de 1 plaats, de hoogste prioriteit, de ol. Dit molecuul is dus 2-amino-3-propyl-cyclohex-4-1-1-ol. Best lastig, je zult er een aantal moeten oefenen om het onder de knie te krijgen. Hier nogmaals de nummering, de 1 op de OH en dan nummeren we zodat de laagste nummering gaat gelden. 2, 3, 4 in plaats van. Dit zou ook 2 kunnen zijn, dan was dit 3 geweest, maar dan was dit 5 en 6 geweest. Er is een stappenplan om vanuit de structuur naar een naamgeving te komen. We starten met wat is het achtervoegsel, dan wat is de hoofdketen. Vervolgens tekenen we de stam met dat achtervoegsel. En tenslotte, als laatste, vullen we de zijgroepen, dat zijn de voorvoegsels, in. En let op, we streven dan, zoals net al gezegd, naar een zo laag mogelijke nummering. Hier zie je 2-hydroxybutaanzuur. Butaan is de stam.
zuur. Kijk in BINOS 66. Hoogste prioriteit. Hier zie je nog een keertje de C. Dubbelgebonden O. OH-groep, dus de zuurgroep. En op de tweede plaats, dit is dan automatisch het 1, koolstof nummer 1. De tweede plaats zit een hydroxy. 2-hydroxybutaanzuur. Probeer eens op dezelfde manier 2-amino-ethylpentanoaat en 3-oxo-N-methylhexaamide te maken. Je kunt deze video even stilzetten en daarna weer doorspelen. Kijken we naar de antwoorden. 2-amino-ethylpentanoaat. De stam. Pentanoaat. Pentaan is de stam. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oaat betekent het is een ester. Waarbij de koolstof van de ester de nummer 1 van de verbinding is. 1, 2, 3, 4, 5. Ethylpentanoaat betekent dat er een ethylgroep aan de andere zijde van de ester zit. Dit is de ester. Aan de andere zijde zit een ethyl. En op de tweede plek zit een aminogroep. Dit was de 1 plaats. Dit is de 2 plaats. 2-amino-ethylpentanoaat. 3-oxo-N-methylhexanamide wordt dan deze. De stam hexaamide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexaan. Amide, de hoogste karakteristieke groep. C dubbelgebonden O met een NH. 3-oxo, dit is de 1 plaats. 2. Dus op de 3 plaats hebben we de carbonyl. Zo heet deze, C dubbelgebonden O. Een oxogroep. En op de N van het amide, N, zit nog een methyl. Deze methyl. N-methylhexaamide. 3-oxo. Andersom is het ook mogelijk om een naamgeving te creëren als je de structuur weet. Hier hebben we 3 structuren. Als eerste bepaal je alle substituenten die je ziet. Je kijkt welke de hoogste prioriteit heeft. Die levert dus het achtervoegsel van de naam. Je bepaalt de stam. Wat is de langste keten die je kan vinden? En vervolgens benoem je die stam met het achtervoegsel. Daarna vul je alle overige zijgroepen nog in. En let op, dit is alfabetisch. Dit is niet meer op prioriteit, maar op alfabetisch. Wie kijkt... Hoe je telt om de laagst mogelijke nummering voor elkaar te krijgen. Ook hier 3 voorbeelden. Zet de video even stil en probeer de oplossing te vinden. De groep in het eerste molecuul. Ik zie een oxogroep, dat is deze, met de hoogste prioriteit, dus een keton, en dat wordt een on. De stam, ik tel 7 als langste keten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, is dus een heptaan gedeelte, de heptaanstam. En de substituenten die je herkent, een chloor, een methyl en een fluor. Voorbeeld 2, ik zie een zuur zitten, hoogste prioriteit, dus het achtervoegsel wordt zuur. De ketenlengte is 5, 1, 2, 3, 4, 5, deze zit in de keten. Dit zijn zijstukken, doen niet mee in de ketenlengte. En de groepen zijn dus de methylen en een amino. In dit geval zie ik een keton, wederom een keton, dus een oxogroep. En als achtervoegsel is dat een on. De langste stam is deze 6, waar deze oxogroep, dit keton, in zit. En het is een ring, dus het is een cyclohex. En je ziet de dubbele binding al, een cyclohexeen, dat is de stam. Als substituent heb ik dan nog een benzeenring, wat we een fenylgroep noemen. De naamgeving, in het eerste geval kom ik dan uit op 2 chloor, 6 fluor, 3 methyl, heptaan, op de 4 plaats zit een on. De tweede, 3 amino, 2, wat is deze, 2,2,4 trimethyl, ik heb namelijk 3 methylgroepen zitten, pentaan, dat was de stam, zuur.
En de laatste, op de vier plaatsen, dit is 1, 2, 3, op de vier plaatsen vinyl, dus 4 vinyl, cyclohex 2E, dus de 1 plaats is op 2, begint een dubbele band, 1 on. 4 vinyl, cyclohex 2E, 1 on. Bijna niet uit te spreken de naamgeving, maar op papier moet die te volgen zijn. Een ander belangrijk onderwerp in de organische chemie is de naamgeving van de koolstoffen. Koolstoffen zijn primair, secundair of tertiair. Wat wordt daarmee bedoeld? In dit voorbeeldje hebben we een primair koolstofatoom waar de OH aan vastzit. De hydroxygroep zit aan een koolstof en om een koolstof primair, secundair of tertiair te noemen, kijken we hoeveel koolstoffen er aan deze koolstof zitten. Dus het gaat niet om deze koolstof zelf, maar het gaat om de koolstoffen die daaraan vastzitten. Primair staat voor 1, secundair staat voor 2 en tertiair staat voor 3. Dit is dus een tertiair alcohol. Houdt in dat de koolstof waar het alcohol aan zit, 3 koolstoffen aan zich vast heeft. In dit geval zijn dat 3 methylen, een tertiair alcohol. Hier spreek je over een secundair alcohol en hier heb ik een primair alcohol. Op papier lijkt het misschien niet zo belangrijk, maar in organische chemie is dit zeer belangrijk en we zullen het in hoofdstuk 10 ook nog tegenkomen, want het bepaalt voor een groot gedeelte de reactiviteit en welke van de mogelijke reacties plaats zal vinden. Dit komt voornamelijk door sterische hindering. Dit koolstofatoom heeft maar last sterisch van 1 CH3-groep, methylgroep, dat er 1 koolstof zit. Dit koolstofatoom is veel moeilijker bereikbaar, omdat er maar liefst 3 koolstofatomen omheen zitten. Dit noemen ze sterische hindering. Eventjes een paar keer hetzelfde molecuul getekend, wat je tegenkomt vaak, en waarvan je moet weten dat het om dezelfde moleculen gaat. In het bovenste geval heb ik 3 keer benzeen getekend, met als molecuulformule C6H6. De rechter is denk ik het meest uitgesproken en het duidelijkst. Ik heb 6 koolstoffen in een ringetje en er zitten 3 dubbele bindingen in. Kijk goed, dat betekent dat ieder koolstofatoom identiek is aan een ander, want allemaal hebben zij een dubbele binding en allemaal hebben zij 1 waterstofatoom. We weten inmiddels dat een omringingsgetal dus 3 is en benzeen is ook echt zo plat als een dubbeltje. Dit zijn allemaal platte moleculen, platte atomen, honderd hoeken van 120 graden. Die dubbele bindingen die kunnen zo zitten, maar kunnen ook allemaal 1 plekje opschuiven. Dan hou je hetzelfde molecuul. Dat laat eigenlijk deze beter zien. Deze ring staat voor 6 elektronen. Dat wil zeggen 3 elektronenparen die in de ring rond kunnen bewegen. De waterstofatomen zijn hier niet getekend, zijn wel aanwezig. En ook in het laatste voorbeeld, waar wel weer de elektronenparen getekend zijn in plaats van het ringetje, zijn de waterstofatomen weggelaten. Zij zijn wel aanwezig. Hier beneden, een molecuul wat er een beetje op lijkt, maar toch in zijn eigenschappen heel anders is, cyclohexaan. Ook een 6-ring, geen dubbele bindingen en dus heeft ieder koolstofatoom 2 waterstoffen aan zich. Op deze manier is die een beetje ruimtelijk getekend. De verdikte streep komt naar voren en deze lijkt dan een beetje naar achteren te staan en je ziet dat er een waterstof naar boven en naar beneden getekend is. Deze hoeken zijn geen 120 graden. Dit is tetraedisch, want dit koolstofatoom heeft een omringing van 4 waterstof, waterstof en 2 koolstoffen. Dat geldt voor ieder koolstofatoom. Dus krijg je hoeken en kun je cyclohexaan ook op deze manier tekenen. Hier heb ik de stoelvorm getekend. Iets wat niet in je boek staat. Koolstof gaat hier naar beneden met een punt. En aan rechts gaat hij naar boven met een punt. En deze laat een beetje zien dat er dus hoeken zijn en dat het een tetraedisch koolstof is. Als deze punt ook naar boven getekend was,
Dan heb je beide punten naar boven. Spreken we van de bootvorm. Cyclohexaan heeft een stoel en een bootvorm. Tot zover de naamgeving. Dan nu een aantal reacties die kort benoemd worden, waar die mechanistisch nog uitgebreid terugkomen in hoofdstuk 10. De verbrandingsreactie ken je, de ontledingsreactie ken je, de zuurbasereactie ken je, maar in de organische chemie zijn er nog een aantal reacties meer. De eerste reactie die we bespreken is de additiereactie. Additie, van het Engelse woordje to add, toevoegen, aan een molecuul met een dubbele binding wordt letterlijk iets toegevoegd. Vaak een halogeen, maar het zou ook water kunnen zijn. In dit geval brom, wat echt addeert aan de dubbele binding. Beide koolstofatomen van de dubbele binding gaat open, ontvangen een brom en het product is dus in dit geval een dibroomverbinding. De dubbele binding verdwijnt, brom wordt geaddeerd. De tweede mogelijke reactie is de substitutiereactie. Ook voor het Engelse woord substitute, wat gelijk staat aan een wissel. De ene functionele groep wordt gewisseld voor de andere. Dit zou bijvoorbeeld met HBr kunnen, bromzuur. De OH als min. OH min verlaat het molecuul en van de andere zijde komt brom-min het molecuul binnen. De OH wordt gewisseld voor een brom, substitutie. De H van HBr neemt de OH die uit het molecuul komt en vormt water. Vaak de drijvende kracht voor reacties, het ontstaan van water. Dan hebben we nog de eliminatiereactie. Een beetje een tegenovergestelde reactie van de eerder genoemde. Bij eliminatie wordt er iets verwijderd, maar niets toegevoegd. Dus het is geen wissel en geen toevoeging, maar het wordt verwijderd en je krijgt een dubbele binding. Brom als bromin verlaat het molecuul en er gaat ook een H mee als H+. En die HBr vertrekt, waardoor er een binding overblijft en we een dubbele binding krijgen. Een beetje de tegengestelde reactie van de additiereactie. Dan hebben we tot slot nog isomerisatiereacties. Isomerisatiereacties vinden vaak plaats binnen een molecuul, waarbij de ene isomeer zich omlegt naar een andere isomeer. Nog twee reacties. En bij deze reacties, bij beide, is water betrokken. De eerste reactie is een condensatiereactie. Beetje te onthouden door dat condens water is. En als ergens condens ontstaat, komt er dus water vrij. Dus bij een condensatiereactie, je ziet het rechts van de pijl, ontstaat water. Condensatiereactie, ontstaan van water. Hoe kan dat ontstaan? We hebben een zuurgroep, C dubbelgebonden O, OH. En we hebben een alcohol, dat is een OH. Als dat een ester vormt, C dubbelgebonden O, dan zie je misschien wel dat er maar één O'tje zit en de beide H'tjes weg zijn. Een kringeltje eromheen, wat we met een grappig woord lassogamie noemen, is het verwijderen van H2O, dat ontstaat en je hebt een ester gevormd. Condensatiereactie, een reactie waarbij water ontstaat, vaak een reactie tussen een zuur en een alcohol, maar zou ook een reactie tussen een zuur en een amine kunnen zijn, waarbij dan een amide ontstaat. Probeer er maar eens eentje uit. De tegenovergestelde reactie is de hydrolyse reactie. Hydro staat voor water. En water wordt in dit geval gebruikt. Het ontstaat niet, maar wordt gebruikt. Het is een tegenovergestelde reactie. Je start nu met een ester. En door water toe te voegen, knip je de ester als het ware open. En ontstaat het zuur en ontstaat het alcohol. Een ester met water geeft een zuur met een alcohol.
Condensatiereactie. Nog een keertje het overzicht. Condensatie, water komt vrij. Kan zowel met een alcohol, maar ook met een amine, wat ik net al kort aanstipte. De NH2, er blijft 1 NH over en er ontstaat een amide, maar er komt wel water vrij. Hydrolyse-reactie kan ook met een amide, met water. Je krijgt het zuur en het, in dit geval, primair amine komt vrij. Primair amine, weet je nog, 1 koolstof zit er aan de stikstof. Hier, heel weinig voor in de PowerPoint, bijna niets. Eigenschappen van organische verbinding, kijk goed in je boek, vooral veel leeswerk. Ik hoop dat redelijk duidelijk is waarvan, wat van je verwacht wordt, wat je moet weten en wat je bijvoorbeeld in BINAS kunt opzoeken. Het is niet de bedoeling dat je, dat je kookpunten en dergelijke uit je hoofd leert, dat hoef je echt niet uit je hoofd te kennen. Algemene eigenschappen van verbindingen. Ik noemde in de intro al een keertje amines die stinken en esters ruiken juist lekker. Dat is wel iets waarvan ik hoop dat je dat kunt onthouden. Een aantal moleculen hier, 3. Dit zijn onverzadigde moleculen, want er zijn dubbele bindingen aanwezig. Dat is vaak de drijfveer voor vervolgreacties. Verzadigde moleculen kunnen we verbranden en veel meer kunnen we niet meer doen. Ethaan bijvoorbeeld, maar ethene, het onverzadigde molecuul, de dubbele binding. In het hoofdstuk polymerchemie komen we er verder op terug. Maar is het meest gemaakte molecuul op aarde, want PE staat op heel veel plastics, wat staat voor polyethene. En er worden heel veel plastic producten gemaakt vanuit ethene als monomeer. Wat dan polyethene, de emmer, de plastic zakjes en dergelijke oplevert. Polypropeen, ook een polymeer, en O-butadien kan zo reageren. Er zijn er nog 2 groepen die we er eventjes kort uithalen. De koolhydraten, oftewel de suikers, koolhydraat, koolstof en water. En als je kijkt, dan de bruto formule C6H12O6... gaat over koolstof, 6 koolstoffen en 6 keer water wat erin aanwezig is. Glucose met fructose levert saccharose, zoals je hier kunt zien. Dit is een disaccharide, omdat het om 2 monosaccharides bestaat. Dat zijn deze. En dit is onze kristalsuiker, die we het meest gebruiken. Als je goed kijkt, kun je zien dat dit een reactie is die al eerder besproken is in deze PowerPoint. Kijk eens even of je herkent welke reactie dit is. Gevonden. Hier heb ik een OH-groep. Hier heb ik een OH-groep. Die knip je aan elkaar. Die worden aan elkaar gemaakt. En dus komt er water vrij. Dus spreken we van een condensatiereactie. Glucose met fructose is een condensatiereactie waarbij saccharose ontstaat en water vrijkomt. Fructose in suiker in een 5-ring, maar de molecuulformule is gelijk aan die van glucose, terwijl het in een 6-ring zit. Als je goed oplet, zit hier het 6e koolstofatoom, waar hier rechtstreeks een OH zit, zit hier eerst nog een CH2-groep. Dus glucose, C6H12O6, glucose, C6H12O6, levert saccharose, C12H22O11, die 2 met elkaar opgeteld, plus H2O. Dat mis je dus in saccharose ten opzichte van glucose en fructose. Deze suikers hoef je niet uit je hoofd te kennen. Hiervoor ontstaat deze te vinden in PINAS, tabel 67F. De tweede groep die we kort aanhalen zijn de vetten. De vetten in ons lichaam. Hier zie je een afbeelding van een vet. Een vet bestaat eigenlijk uit 2 delen. We hebben een glycerolgedeelte, ook wel glycerine genoemd. Dat is een triol, dus dat zijn 3 alcoholen. Hier zie je glycerol afgebeeld. 1,2,3. Propaantriol. De rationele naam van glycerol. Dat reageert met de verschillende vetzuren, zoals we die noemen. In dit geval stearinezuur.
C18, deze 1 en dan nog 17 C'tjes H35 lang. De OH reageert met de COOH. Even nadenken. Ook dat is dus een condensatiereactie. Hier wordt dan een ester gevormd. En dit noemen we dan netjes glyceryl tristeraat, oftewel ons vet. Het vet afbreken is een hydrolyse reactie, die zie je hier afgebeeld. In het lichaam is dat mogelijk. Vetten met water, meestal onder invloed van zuur, worden afgebroken tot glycerol en de zuren. Een stukje schrijfwijze. Voor alle drie de mogelijkheden is wat te zeggen. Heel belangrijk, de onderste, alle C's zichtbaar, is de schrijfwijze die je zult moeten hanteren op toetsen en zeker op het examen. Koolstoffen wil ik zien, het liefst ook alle waterstoffen getekend, dit mogen streepjes zijn, maar het is beter om ze dan uit te schrijven. Je ziet echter wel dat als ik dit overal doe, dat het overzicht een beetje kwijtraakt. En dan kun je ervoor kiezen om de middelste of de bovenste variant. In mijn PowerPoint zul je vaak de middelste variant zien, waar de eindstandige koolstoffen en waterstoffen getekend zijn. De tussenliggende, daar waar hoeken zijn, wordt dus een CH2 bedoeld. In dit geval een CH. Ieder hoek is een koolstof en je mag zelf aanvullen hoeveel waterstoffen er dan nog aanwezig moeten zijn. Doortellen tot 4. Nog een ander belangrijk dingetje. Als je gaat tekenen, kijk eventjes bijvoorbeeld ethaan. CH3, C2H6 dus, moet getekend worden op deze manier, H3C-CH3, in plaats van CH3-CH3. Ik denk dat jullie allemaal weten dat de C'tjes aan elkaar zitten. En in het rechtervoorbeeld denk ik dat je het ook wel weet, maar zou het kunnen zijn dat je het interpreteert dat de koolstof aan de waterstoffen zit. Op een examen zal ik dit fout moeten tellen. Jammer, want ik weet zeker dat je het goed begrijpt. Tot zover deze presentatie van hoofdstuk 8. Ik hoop dat jullie er een stukje wijzer van zijn geworden.